What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Dit was helemaal gek. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom, kom, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. Dames en heren, een hele goede morgen. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalvijn. Zoals elke aflevering stuur ik een fanaccount van mij een DM en vraag ik diegene om een getal op te noemen tussen de 1 en de 100. Het getal wat diegene opnoemt zoek ik op in mijn lijst van 100 meest idiote opdrachten ooit. En de opdracht die ik dan tevoorschijn zie te krijgen, te gaan, te zijn, te komen, die moet ik gaan uitvoeren. Ik heb Kalvijn is de beste een DM gestuurd met de vraag of hij of zij een getal tussen de 1 en de 100 zou willen opnoemen. Hij of zij heeft gezegd 7. Opdracht 7. Ga binnen 24 uur op 10 verschillende plekken naar binnen waar je normaal gesproken moet betalen. Ik vind het helemaal niet leuk! Kut! Ik haat deze shit. Er is een reden dat ik dit nooit doe. Maar oké, ik moet op 10 plekken naar binnen waar je normaal gesproken gewoon voor moet dokken. Op 10 verschillende manieren. We gaan het maar gewoon doen, hè? Daar gaan we weer! Goed, dit is het plan. Normaal gesproken moet je betalen voor leuke dingen. De dierentuin, de bioscoop, een museum, een concert van Roy Donders of zo. Maar vandaag niet. Vandaag lul ik mezelf overal naar binnen. Elke keer met een andere truc. Aan het eind van de 24 uur moet ik op 10 plekken naar binnen zijn gekomen zonder ook maar 1 rode cent te hebben uitgegeven. Ik zie mezelf al helemaal lopen met mijn brutale harses, gevuld op portemonnee en mega zweetplekken onder mijn oksels omdat ik het helemaal niet leuk vind om dit te doen eigenlijk. Help, ik wil niet naar de gevangenis. Ik ben een goed mens. Klinkt als een kutplan. I got this. Oké, we zijn officieel begonnen. Ik ben in het centrum van Amsterdam. Iets waar ik normaal gesproken nooit kom, maar ik wil het vandaag mezelf gewoon een beetje spectaculair maken. Dus ik zou zeg maar gratis de tram in kunnen en gratis een keer over een poortje stappen bij de wc, maar dat is allemaal een beetje easy shit. Ik wil gewoon dingen doen waarvan je denkt, nou, dat dit gratis lukt, dat is lachen. Dit is de uitgang van de Pathé. De ingang is daar, bij al die mensen. Daar is de ingang van de Pathé, maar dit is de uitgang. Dus we gaan hier gewoon staan totdat er een film is afgelopen. En dan gaan we gewoon naar binnen. Nou, ik betwijfel dus of deze uitgang nog gebruikt wordt. Want ik weet het niet zeker. Er liepen er twee gasten langs. Die hadden WMF op hun shirt staan. WMF koffiemachines. Dus die hebben waarschijnlijk een koffieapparaat of zo in elkaar gezet. Misschien dat ik gewoon zeg, joh jongens, Martijn van WMF die heeft zijn sleutels laten liggen hier. Dus kwamen we echt net uit Pathé lopen, toch? Ja. Oké. Michael is alvast naar binnen gegaan. Hij is even in positie. Dus hij appt mij straks dat hij goed zit en dat hij aan het filmen is. En dan ga ik gewoon naar binnen. We liepen gewoon door. Er stond niemand. Ik zag maar twee mannen staan. Maar ja, die zagen mij wel volgens mij. Maar die dachten, het zal wel. What the fuck? Nou, ga eens lekker Lion King kijken, ja. Dit is helemaal mooi. Lion King, laat me komen. We kunnen wel deze hele film gaan kijken, maar we moeten nog deze hele aflevering doen, dus... We zijn buiten. Het is gelukt. Gratis filmpje gepakt. Ik heb een ideetje gekregen. ik ga even een schaar halen en een laken. En dan gaan we even kijken of we ergens binnen kunnen komen. Ik heb wat ik wilde.
Ik heb een laken. Ik heb een schaar. Ik wil naar de Amsterdam Dungeon. Als spook. Do I look like a ghost? Oh. Op naar de dungeon. Hallo. Hallo. Hi, ik ben Casper. Kom even auditie doen als spook. Leuk. Ik heb een afspraakje binnen als het goed is. Ja, dan kan je best via de shop even aan de linkerkant van de... En daar is daar gewoon een ingang? Ja, dat is ook een ingang. Oké. Oké, dat is goed. Hi. Ik heb een afspraak. Oké. Met wie? Met Frank. Met? Frank. Van sollicitaties. Wat is jouw naam? Casper. Ik heb hier Casper staan voor Frank. Oké. Hij gaat dus even bellen. Oké. Hij gaat even een of andere Frank bellen. Ik weet niet of er een Frank hier werkt, maar... Wat zegt u? Gewoon hier, de dungeon? Ja. Spook? Oké. Ja, hi. Ik kom solliciteren. Ja, dat moet je niet op deze manier doen. Oké. Okay. Maar je hebt geen afspraak. Hey, als het goed is wel. Je hebt mij laten zien dat je een mail hebt bevestiging wat hier nee, is. Nee, ik heb het gewoon doorgekregen. Ja, maar dat is niemand die Frank heet in dit bedrijf. Dus, oké. Okay. Oh ja, dat is wel aan mij doorgegeven. Ja, ik ga iemand bijhalen. Misschien heeft hij wel zin om jou aan te nemen hier. Hallo, ik ben Casper. Ja, Vincent. Ik kom solliciteren. Nou, je ziet er niet zo goed uit voor ons, denk ik. Wij zouden we ook misschien zonder geld naar binnen kunnen? Dat lijkt me te gek. Ja, dat zal te gek zijn, maar ja. Waar gaan wij dan mijn salaris van betalen? Ja, dan heb ik dit helemaal voor niks gekocht. Nee, je hebt het niet voor niks gekocht, maar je moet wel betalen. Ja, dit was verschrikkelijk. Dit was helemaal kut. Oké, ja, dit is al een gefaalde poging. Eerlijk is eerlijk, ik ga gewoon nog wat nieuws bedenken. Dat was niet echt een succes, dus ik doe gewoon even zo'n hessie aan. Mark voor Raymond, ja ik moet heel even naar boven. Ja. Weet ik, doe zoiets. We gaan naar het Scheepsvaartmuseum. Hi, wij hebben net wat werkzaamheden uitgevoerd. Ik vroeg me af of wij nog even naar boven naar een toilet kunnen kijken of er nog sleutels liggen. Het is echt één etage, ik moet gewoon even kijken, want... Raymond is zijn sleutels kwijt. Een collega van mij denkt dat hij zijn sleutels kwijt is op het toilet hier. Oké. Okay. Dus ik wilde graag even checken of dat zo is. Want hij is nu al vertrokken. Oké. Okay. Ja, nou dat mag wel denk ik. Ja? Ja. Kom ik zo in 5 minuten en ik weet waar het is. Moet ik daar even naar boven. Ik ben binnen, Pip. Ik ben gewoon fucking binnen. Ik hoop dat je het goed kan zien, maar ik zei gewoon ja. Mijn collega Raymond die is zijn sleutels vergeten op het toilet. Letterlijk aan hoofd, letterlijk. Ik denk het. Wat de fuck was dit? Dit was toch gruwelijk? Wat je wel niet kan doen met een geel hessie. Dit ging echt veel te makkelijk. We zijn er in het Scheepsvaartmuseum. Ja, we staan in Amsterdam-Noord, bij de Lookout Tower heet dit. Ons nieuwe doel. Ik moet even checken of we hier... Ja, ik ga gewoon even op zoek. Ja, dat lijkt mij sowieso het beste. Om dat even te checken. Maar ik vind het wel lastig. Hi. Wij waren hier een uurtje geleden en we stappen net de auto. Maar een van ons is zijn portemonnee boven vergeten, denkt hij. Ja, het is zo'n zwarte met zo'n klikje. Ticketscan voor schommel, is er een zwarte portemonnee gevonden bij jullie? Zou ik misschien even wat zeggen, want hij zegt ja, ik heb hem waarschijnlijk gewoon op de wc laten liggen ofzo. Wc? Ja. Misschien kan ik gewoon beide even checken. Ja, is dat goed? Ja, dit is toch te gek. Dit is toch geniaal. Ik ga straks naar boven. En dan zijn we boven. That's it. Yeah.
Dit is gruwelijk. Hoeveel betaal je hier normaal gesproken voor? 13 euro. 13 euro. Dat is een achtbaan. Oh shit. Zo, ja daar. Zo! Dit is freaky, jongen. Zo, ik vind het echt wel een beetje eng, jongen. Ik heb hem gevonden. Dude, het was invalide toilet uiteindelijk. Oh, mooi. Maar we eisen wel, dus dat is wel te gek. Dank je. Ik ga iets heel doms doen. We staan bij een sauna, letterlijk een sauna, in een fort. En dat fort is omringd met water. Ik wil over dat water heen zwemmen. En om dan uiteindelijk aan de kant te komen om dan gewoon gezellig daar ook in de sauna te gaan. Als volgt, ik ga me hier helemaal naakt strippen. Dan spring ik hier in de plomp. Dan ga jij gewoon normaal naar binnen. Koop je even snel een kaartje of zo. Mm-hmm. En dan meet ik jou straks aan de andere kant van de plomp. Ik ga wel nu naakt. Het moet sowieso naakt. Dat is één ding wat zeker is. Klaar voor? Mm-hmm. Het is fucking spannend, pik. Ik zie je zo, hè? Oké, daar gaan we, jongens. Let's go. Oh, het is smerig hier. We liggen hier nu een half uurtje of zo. Maar we kunnen hier wel de hele dag blijven liggen. Maar dat heeft niet zoveel zin. Want we moeten nog best wel wat. Michael zegt dat als ik weer naar buiten wil, dan moet je een bandje inleveren en dan moet je betalen. Ja. Dus ik had hier eigenlijk ook gewoon naar binnen kunnen lopen. Ja, maar niet. Maar goed, maar niet uit. Dan ga ik nu gewoon weer het water in, dan ga ik zwemmen en dan zie ik jou straks gewoon weer aan de overkant. Ben echt. Fuck! Many hours later. En? Ja jongen, ja, het is toch gewoon gelukt nu? Het is toch gruwelijk? Ik zou wel snel weggaan hier. Ik heb mijn kleren weer aangedaan. Dan gaan we gewoon snel een stuk rijden, want anders zijn we echt... Ik wil gewoon zo snel mogelijk weg hier. Ja hoor. Ik moest heel even langs huis om te douchen, want ik was echt een fucking smerig zwijn. Ik bedacht me onder de douche even iets. Namelijk, vanavond speelt Ajax voorronde Champions League tegen Apoel? Ik weet het niet precies. Apoel? Ik weet altijd dat Coca-Cola stoelen heeft in de arena. En Dieder kent die mensen ook. Dat is mijn manager en die schakelt vaak met zulke soort mensen. Dus ik ga gewoon even Dieder bellen. We rijden er alvast naartoe, want anders komen we te laat. Gewoon eventjes mijn, zeg maar, YouTuber status proberen te gebruiken om ergens binnen te komen. Want dat is ook gewoon gratis. Dat is gewoon zonder te betalen. Hey, Dieder Bouma. Hey. Ik zat net even te denken toen ik onder de douche stond. Zou jij misschien een klein belletje willen doen naar onze vrienden van Coca-Cola? Misschien kunnen we nog even 2 tickets fixen voor mij en mijn lieve cameraman Michael. Nee, we gaan het gewoon fixen. Ik heb vertrouwen in je. Wij zijn echt over 10 minuten bij de arena, dus... Oké. Ik heb stiekem mijn Ajax-shirtje ook achterin liggen. Dus ik hoop gewoon dat dit gaat lukken.
zijn bij de arena. Die is het nog steeds aan het fixen. Ik hoop dat het gefixt wordt. Anders staan we hier een beetje voor Jan Lul. En dan moeten we maar gewoon weer de paté in proberen te sneaken of zo. Diede belt mij. Diede, bel je met goed nieuws? Natuurlijk bel ik met goed nieuws. Het gaat lukken, maar je moet niet met de grote camera. Ja. En kunnen we dan toevallig ook daar parkeren? Want we staan een klein beetje illegaal nu ergens, gewoon stil. Ik bel even voor de zekerheid en dan app ik, ja? Doei. Doei. Hoe dan? Hey. Fantastisch, mijn collega controleert uw toegangstickets. Helemaal goed, dankjewel. Ik ben best wel trots op ons vandaag. We zijn nog maar wel de helft nu. Dit is eigenlijk gewoon nummer 5. We moeten er eigenlijk nog 5. Wij gaan even gratis naar binnen. En dan zien we daarna wel hoe we die anderen allemaal gaan fixen. Even genieten. Dat mag ook wel een keer bij gekken werken, vind ik. Laten we beginnen, dames en heren. ...2-0 gewonnen. Fucking chill. Michael is ook nog eens jarig. Het is net 12 uur geweest, dus we hebben even een feestje gevierd, Michael. Gefeliciteerd met je verjaardag. Maar ik krijg nu wel even het realisatiemoment dat we nog even 5 adresjes moeten pakken waar we gratis naar binnen gaan. Ik zou eerder zeggen dat we gewoon nu gaan tukken. Gaan we morgen oppakken, maar dan wel vroeg uit bed. Als we ons verslapen, dan gaat het niet werken. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn vroeg opgestaan. Ik ga even sporten, zoals je ziet. Oh, ik ben mijn toegangs... chip vergeten. Ready? Yes. Oké. Oké, Michael zit in positie. Ik ga nu naar binnen. Ik hoorde net wel van Michael dat hij gecontroleerd is. Want hij is gewoon naar binnen gegaan met zo'n pasje. Maar het is helemaal niet zijn pasje. Daar moeten we even rekening mee houden. Nee, nog geen boer maakt. Oh, dat moet dan even, gecheckt moeten worden. Delvin, staat er eentje bij? Ja, ik ben 3 weken op vakantie geweest. En daarvoor heb ik me aangemeld, dus als het goed is. Want je kan sowieso niet met een bed van iemand anders naar binnen komen. Het is niet gelukt. Ik had ook niet echt een waterdicht plan of zo, maar ik zei gewoon, ja, ik ben gewoon dat zwarte ding vergeten. En ik in mijn tas rommelen en zo en kijken of ik hem kon vinden. Ze deed echt, we hebben daar denk ik wel een kwartier met haar gepraat. En in het systeem zoeken, maar het is gewoon niet gelukt. Maar we laten ze niet uit het veld staan. Het is niet echt een lekker begin van je dag. We gaan even potje zwemmen, jongens. Ik weet het ook weer niet. Ik ga gewoon op attitude proberen binnen te komen. Kom. Vraag, kunt u hem even snel openmaken? Ik moest er even buiten bellen. Oké. Dank je. Lekker, hè? Dit is toch geniaal? Zij was aan het bellen en er waren mensen aan de rij. En jij kwam er nog bij staan. Maar ik wil gewoon eigenlijk even een duikje nemen. Ja, ja. Als het goed is moeten we er nu nog 4. Maar de moed zit er wel weer in, jongens. We hebben het gewoon weer geflikt. We gaan het gewoon weer eventjes fixen. Ik heb wat gruwelijks bedacht. We gaan naar het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum is een van de meest beveiligde plekken volgens mij van Amsterdam. In Taxi Calvijn, een serie die ik een aantal weken geleden heb gemaakt, zat een kunstenaar. Martijn, aangenaam. Okay. Dit is van bijvoorbeeld van een Marilyn Monroe tot Salvador Dali. En die hangt nu in het Rijksmuseum. Dus ik ga gewoon checken of hij misschien een soort truc weet of zo, waardoor we daar naar binnen kunnen komen. En hij woont hier. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Mag ik even binnenkomen misschien? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ik heb net gezwommen. Okay. Zonder te betalen. Aha. Want dat zijn we vandaag aan het doen. Ik moet 24 uur lang overal gratis naar binnen. En ik wil dus eigenlijk gratis het Rijksmuseum in. Oké. Okay. Ik heb een gastenpas, heb ik. Oké. Okay. Short t-shirtje. Ja. Boxer. Oké, Mike, ik ga hem even omkleden. Hier. Welkom. Dit is hem? Dit is hem. Er staat geen foto op. Nee. Dat is wel chill. Het is tijd. Welkom bij het Rijksmuseum. Het plan is, Michael gaat er vast naar binnen. Jij koopt er gewoon even een kaartje. Dan ga je vanaf daar gewoon filmen. Laat mij gewoon weten als ik naar binnen kan. Als je een goede plek hebt gevonden. Zet hem op, jongen. Michael,
Michael staat in positie. Hij heeft me net geappt waar ik er langs moet. Ik ga me gewoon weer doorheen bluffen. Inside of the gallery. Inside of the gallery. That's it. Enjoy. Hi. Hi. Thank you. I'm the, you know, the painting of Stalen Amsterdam? Yeah. Yeah, you like it? Yeah, absoluut. Yeah? Ben jij dan? Ja, ja, ja. Vind je het cool? Ja, ik ga altijd even, vandaar ook de slippers even. Maar ik vind het echt te gek om even te kijken steeds. Goed zo, geniet ervan, joh. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. We zijn binnen. Dit was echt geniaal. We moeten wel even kijken nu naar mijn schilderij, toch? Dit is hem. Dit is mijn kunstwerk, dit is mijn meesterwerk. Ik hoefde niet eens zelf een soort van poging te doen. Tot zover het Rijksmuseum. Het is wel even genoeg geweest. Oké, we zijn bij de Academie voor Theater en Dans. Ik mag niet te hard praten, want straks horen mensen wat we van plan zijn. Maar hier is dus een house dance workshop of zo. Ik ga gewoon naar binnen als de assistent van de dansleraar. Ik heb maar koffie gehaald, want dan lijkt het alsof ik hier een soort van thuis hoor. Hi, kom voor de house workshop. De house dance workshop. Vierde verdieping. Noord. Ja. Hi. Hi. Alles goed? Ja, met jou? Jazeker. Ik kom even de dansleraar assisteren. Welke? Ja, ik heb het gewoon. Dat was echt een last minute ding. Ik kreeg hem gisteren door. Summer dance? Ja, het house stuk. Marijn, ken je Marijn toevallig? Die had me gisteravond gebeld. Die zei van, kun je nog even snel invallen? Invallen? Ja. Een kwart over tien? Ja. Er is, Bino. Ja, dat zal het dan zijn. Maar wat moet je doen? Zij heeft mij gewoon gevraagd. Ze zei, wil jij, ik denk dat het in de categorie muziek aan en zo allemaal is. En dat was, dit was het. Pino die wilde, de dansleraar wilde voor dit weekend nog even een danser hebben of zo. Voor een show. En hij zei, als jij een beetje in de gaten kan houden wie het een beetje goed doet of wie het beste doet. Ja, ik kan wel even met je meelopen. Oké. Ik kan hier wel even op hem wachten. Ja, is goed. Kan ik even snel naar het toilet toevallig? Nee. Oké. We zijn binnen. Ja, kijk, dit sloeg ook weer helemaal nergens op. Ik heb geen idee wat ik allemaal aan het willen was. Maar we zijn er wel. Dus ik blijf gewoon even hier en dan gaan we gewoon lekker meedansen. Ja, ja, één seconde. Als Marijn, ik loop heel even naar buiten, want het is, kan je niet zo goed verstaan. Jongens, naar binnen komen is soms lastig. Naar buiten gaan is soms ook lastig. Ik ga niet het hele uur dansen, dat is wel redelijk helder. Ja, ik stap heel veel lift in, dus het zou kunnen dat hij gewoon... Dit was wel weer lachen. Niemand snapte er iets van. Die Pino snapte het niet, die chick snapte het niet. Maar we hebben 0 euro betaald. Ik heb gewoon even een klein house dansje meegedaan. Dit was fucking grappig. Oké, deze staat erop. Dus ik moet nog 2 hebben en ik heb nog 1,5 uur. Dus ik heb wel het idee dat het moet lukken, maar we moeten nog wel even tempo maken. Maar ik wil niet van die easy shit. Ik wil gewoon nog even een paar gruwelijke doen. Oké. Jongens, we zijn bij Nemo. Plek nummer 9. Ik ga hier gewoon naar boven, dat is een restaurant. Dan ga ik kijken of ik dan via een lift naar beneden kan en ik lul me er wel uit. Ik zeg wel dat ik naar de parkeergarage moet aan de andere kant of zo en dat ik net hier ben geweest. We gaan wel gewoon zien. De tijd begint gewoon een beetje te dringen, dus ik wil deze gewoon proberen. Mag ik wat vragen? Als je aan de voorkant naar buiten wil, moet je dan weer via die kant naar beneden? Ik had net een afspraak met Anouk. Okay. We zijn nu daar naar buiten gelopen, maar zijn auto staat aan die kant. Ah, oké. Okay. Heb jij hem echt niet bij je? Het is wel net die tas. Ja, goed. Oh, Anouk heeft me ook al gebeld. Dus ze weet al dat hij daar... Dankjewel, baas. Hey, Anoukie. Oké, we moeten nu best wel snel lopen. Kom. Tempo. Deze was fucking gruwelijk. Ik wist ook niet eens wat ik deed. Oké, we hebben nog 3 kwartier voor de laatste. Ik heb Martine even laten invliegen. Martine, hey.
Wat heb je? Je hebt wat voor mij, wat ik nodig heb. Voor de grande finale, want dit wordt wel lachen. We hebben een ladder. Als je gewoon een ladder onder je arm hebt en een pet op, dan kom je overal binnen. En daar voegen we nog even een geel hessie bij toe. Ik ga gewoon even, weer bellend naar binnen proberen te lopen. Ja. Nou, ik ga er nog wel even achteraan. Ja, je kan me hier even komen ophalen of niet? We moeten nog wel even kijken. Tweede etage zit je. Ja. Hey, als het goed is, is Martijn boven. Klopt dat? Martijn boven? Ja? Ja, ik kom hier heel even gewoon. Hij heeft mij gebeld. Hij vroeg of ik even de ladder wil komen brengen. Had hij nodig, schijnbaar. Ik woon hier vlak in de buurt. Maar Martijn van collectie bedoel je toch? Ja. Door team Martijn werken, dan vraag ik. Oké. Ik vind het raar, want er willen 100 ladders in moeten zijn. Ja, ik weet ook niet. Oh, is Sophie met voorhoud beveiliging. Hey, ik heb een meneer hier en die kan een ladder brengen voor Martijn. Weet jij er wat van? Ja, ik ook niet, maar waar moet hij zijn? Of Remco misschien? Dat kan ook. Dat is collega's toch? Ja, Martijn, ik ken Remco niet zo, ik weet dat hij... Vraag maar eventjes, want dan weet ik waar ik meneer naartoe moet sturen. Ja, is goed, dankjewel. Hoi, hoi. Ze komen je ophalen, zeg ze. Oké, dat is goed. Nou, ik weet echt niet waar je moet zijn. 6 hours later. Nou, ik kom hier ook nooit. Martijn zei gewoon tegen mij, kom even, ik heb dit echt met spoed nodig. Dus ja, je wacht wel even. Ja. Ik ga even buiten staan bellen hoor, even snel. Ja, 1 seconde. Kut. Ik sta daar te wachten de hele tijd. Fucking lang. En ik denk, ja, maar de tijd begint gewoon te dringen. En ik ben toch niet echt optimistisch over deze tactiek. Er stonden 3 beveiligers. En die hadden al lang zoiets van, ja, dit slaat helemaal nergens op wat er nu gebeurt. Maar we moeten nog wel fucking 1 hebben. Artis is hier vlakbij. Elke keer als ik langs dat hek kom, dan denk ik, hoezo is dit hek niet beter beveiligd? Dat is echt gewoon een hek van 2,5 meter, maximaal. Ik heb nu toch een ladder. Dus ik ga er gewoon overheen. Fuck it. Ja, hier is het. De hesje even uitdoen. Hier kan het gewoon. Het wel even tempo maken. Staat er niemand? Haal die ladder weg, haal die ladder weg. Zet hem neer op de grond ofzo. Die staat een fucking dierentuin, boy! Kijk eens even jongens, dit is toch prachtig. Jongens, het is gewoon gelukt. Ik ben op 10 verschillende plekken binnen 24 uur naar binnen gekomen zonder te betalen. Dit heb ik ongeveer bespaard. Dus toch netjes, kunnen we toch weer een keer lekker duur uit eten. En zo lopen we weer naar buiten, boys. Het is officieel gelukt.